Direct zomerspijkers, zomerspijkers, zoals elke week in de zomer van Spijkers met Mark Tuitert. Mark Tuitert, wij praten over drive, over topsport en hij heeft fantastische muziek bij zich. Ik zou zeggen, kijken. Mark Tuitert, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe staat het leven? Goed. Ja? Ja, heerlijk. Je ziet er goed uit, je hebt een boek uit, je hebt hem bij je. Ja, hij is af. Dus zeg maar, ik heb hem vorige week voor het eerst in mijn handen gehad en daar ben je dan een jaar mee bezig. En dat, als je dat dan echt in je handen hebt, dan is het wel heel erg een cadeautje bijna. Dat geeft heel veel voldoening. Ik praatte net even over topsport en alles waar we middenin zitten. Voel jij nog steeds, zal ik zeggen, of kun je invoelen wat de topsporter voelt op dat moment dat die belangrijke etappe gaande is, dat die wedstrijd eraan komt, dat dat moet gebeuren? Ja, oh zeker. Als ik nu kijk naar zo'n Olympische Spelen of nu ook naar een Tour, sport is emotie. Er zit zoveel van jezelf in. Alles moet kloppen op dat moment. Je moet aan de ene kant heel, het is een hele gekke combi, heel agressief zijn, je moet alles willen geven, maar ook heel rustig en kalm. Ik herinner me een beeld in Vancouver, ik denk een paar dagen na de race waar we het al over hadden, het Hollandhuis vernoemd naar een biermerk. En ja, daar was jij, daar werd gespeeld, uiteindelijk sta jij daar wel op het podium. Ja. Voor een massa mensen die een bepaalde muzieksmaak heeft. Maar dat was niet bedoeld trouwens, dat is echt zo ontstaan omdat ik, dat was de afsluitende avond van de hele Olympische Spelen. Juist. Nou, wat waren we aan het doen? Aan het bier drinken natuurlijk, niet zo heel gek. Daar stonden we met z'n allen, ik met Sven Kramer, ik heb de laatste foto's nog van gezien, daar staan we er allemaal. Nou, het was heel gezellig, werd heel gezellig, maar veel gezelliger. De corona's. Dames en heren, de corona's! De corona's! Rocking Free World, die van Neil Young. Gedaan door de corona's. Oh man, man, man. Heb je nou niet, ik zie je kijken en ik zie je genieten. Heb je die zin om ook te rocken, even te spelen? Nou, dat hoeft niet per se. Nee hoor, ik geniet hiervan. Ik wil je nog iemand laten zien en horen. Als je omkijkt, zie je hem ook. Dit is een man met wie je een klik had, omdat hij ook tyfus had schaatsen en ook muzikaal. Dit is Gianni Romme die tegen jou spreekt. Yes. Mark en ik hebben dezelfde muziekkeus en dezelfde voorliefde voor muziek, zo zou ik maar zeggen. En wij vonden elkaar altijd. Toen hij als jonkie in de groep kwam, want hij is wat jonger dan ik, was het heel makkelijk, want we hadden het gelijk over hetzelfde dingetje. En de voorliefde van muziek met elkaar luisteren was er ook. En dan stimuleerde je elkaar eigenlijk vaak van, hey, dit is gaaf, heb je dit wel eens gehoord of dit of dat? Ja, dan heb je het daarover. En, Ook ja, de stimulans gewoon om tijdens trainingen bijvoorbeeld, die je soms gezamenlijk deed. En je had een kettleblaster er staan of een speaker met een iPodje. Dan ja, ging daar de playlist wel in. Nou ja, dat was bij Mark en mij altijd hetzelfde. En de rest irriteerde zich soms wel eens eraan. Dat ze dachten, oh nee, wie die herrie? Ja, dat was altijd de metal of de grunge. En ja, dat is mooi. Nou Mark, kijkend naar dit soort beelden, gaan de herinneringen terug. En kijk ik naar een heel mooie carrière, jij ook. En wij hebben samen ook wel een voorliefde voor dezelfde soort muziek. Dus we hebben dat vaak genoeg gedeeld. En ik wil je eigenlijk een heel mooi nummer teruggeven, waar wij allebei een kick van kregen tijdens onze trainingen. Het nummer heet Birth Ritual van Soundgarden, Chris Cornell. Oh, heerlijk! Ja, we hebben hem vaak genoeg meegebleerd. Ik kon het niet zo goed als hij, maar het is een heerlijk nummer. En die wil ik je graag geven. Dit is een buiker, jongen. Moet je hard! Moet je Chris Cornell horen? Dit was echt Johnny en ik. Ja. Weet je, als we echt de boel wilden irriteren, dan zetten we gewoon zo'n keiharde beuker op waar wij echt zo hard op gingen op een training. Moet je nagaan, je bent op een schaatsplank bezig en het is alleen maar kom gas, go. En het is gewoon alles uit jezelf halen en voor mij werkt dit en voor Johnny ook. En de rest zat dan, als we echt de ploeg wilden irriteren, zaten we natuurlijk in een hele lange rit, een autorit in een busje en dan deden we dit aan. Achter ons is een man aanschoven van een piano die niet alleen één keer Pearl Jam in zijn voorprogramma wilde, nou dat is gelukt, maar ook 4 jaar keihard heeft getraind om hier te kunnen zitten en om jou toe te zingen. Aaron Elstak, yes!
slag. Laat het allemaal mislukken, maak maar fouten, want het mag. Elke misstap en teleurstelling leert je meer. Je bent sterker als je opstaat, keer op keer. Als je uitgaat van de winst, valt uiteindelijk alles tegen. Wie zich bestijden opstelt, heeft meer kans op zegen. Bereid je maar goed voor op angst en gepeins. Maak je borst maar nat, je mindset stoïcijns. Zie je op tegen je spreekbeurt en je piekert heel de nacht. Dan blijkt die als het erop aankomt nooit zo erg als je dacht. Maar verheug je je op kerst met iedereen die je lief is. Dan geef ik je op een briefje heel je kerst naar de tyfus. Tegenslag. Laat het allemaal mislukken, maak maar fouten, want het mag. Elke misstap en teleurstelling leert je meer. Je bent sterker als je opstaat, keer op keer. Dit was Zomerspijkers. Volgende week Solo Jazz Weekend, daarna weer Zomerspijkers met Shaya Morat en later ook met Patrick Lodiers. Ik ben er weer in augustus. Hierna de Vrijstaat Social wordt Paul Rabbering en dank Mark Tuitert. Yes! Leuk dat je keek en ik vond het leuk om te maken. Volgende week zijn we er één week niet en daarna elke week weer Zomerspijkers. Tot aan eind augustus aan toe. Fijne zomer, Spijkers. NPO Radio 2.